Hoi allemaal en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video waarin ik deze twee super coole producten van Juste Label uitgebreid ga toelichten. Zoals de meeste van jullie weten, mijn naam is Juska en ik ben eigenares van het bedrijfje Juste Label, waarin wij stationery verkopen om jouw productiviteit en jouw geluk in je leven te verhogen. En dit zijn twee van onze grootste producten, namelijk de Passion Planner en de Selfcare Diary. Over allebei de producten krijgen we altijd zoveel vragen op onze Instagram. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een video over. Ik ga jullie alles laten zien. Ik ga de binnenkant laten zien. Ik ga laten zien wat je ermee kan. Wat de resultaten zijn. Hoe andere klanten het hebben ervaren. Alles wat je wil weten. Wil je nou nog meer weten? Zet hieronder een vraag. En ik zal ze beantwoorden over deze twee producten. Neem ook zeker even een kijkje op de website. Dan kun je meer lezen. Dus ja, dat is waar deze video om gaat draaien. Deze producten zijn dus allebei verkrijgbaar op onze website. Juste Label.nl. En deze zijn normaal gesproken 14 euro. Maar speciaal voor deze video heb ik natuurlijk even een kortingscode aangemaakt. Dit is de kortingscode. Je kunt ze met korting kopen. Dus ben je van plan jouw productiviteit of jouw selfcare te verhogen? Sla dan nu je slag. Even kort hoe deze video is opgebouwd. Je kunt het ook zien in de hoofdstukken hieronder. Dus je kunt zelf skippen naar een bepaald deel wat je interessant vindt. Maar ik zal het even vertellen. Ik ga eerst heel kort wel even wat vertellen over Juste Label. Voor mensen die ons nog niet kennen. Daarna ga ik heel kort in op allebei de dingen. Zodat je ja, weet wat het is. En daarna ga ik uitgebreid ze los bespreken. Dus je ziet het hier allemaal. Klik zeker naar het product wat jij leuk vindt. Wil je alles weten? Blijf dan gezellig meekijken. Allereerst, wat is Juste Label? Nou, daarvoor heb ik ons visitekaartje meegenomen. Dit is het visitekaartje van Juste Label en wij zijn dus een stationery bedrijf. Je kunt deze producten in je vrije tijd gebruiken, maar ook voor school of studie. En we hebben ondertussen al best wel heel wat producten. Collectie 3 is net gelanceerd en jullie hebben zoveel support en leuke feedback en liefde naar ons gegeven. Daar worden we zo blij van, dus dankjewel in ieder geval daarvoor. We hebben dus producten zoals deze. Dit noemen wij self-growth producten. We hebben ook notitieboekjes, we hebben bullet journals, we hebben etuis, washi tapes en heel veel leuke kaartjes. Dus echt heel veel. Wil je een kijkje nemen op onze website? Dat kan natuurlijk hieronder. Maar je kunt ons natuurlijk ook gaan volgen op Instagram. Hier zie je nog meer leuke nieuwtjes en feitjes en leer je ons steeds beter kennen. En op onze Instagram loopt nu een superleuke winactie. Je kunt hier daar nog steeds meedoen. En hier met deze winactie kun je de Selfcare Diary en dit superleuke notitieboekje winnen. Dus wil je zo'n leuk pakketje binnenkrijgen? Helemaal gratis natuurlijk. Kijk dan nu op onze Instagram en doe nog mee aan de winactie. Oké, maar misschien heb je al heel veel over Juste Label gehoord en volg je ons al lang. Wij willen juist meer vertellen over de Passion Planner en Selfcare Diary. De Passion Planner hebben we al best wel even in onze collectie. Ik denk nu een paar maanden. En hij is al massaal ingekocht. We hebben hem al twee keer opnieuw moeten inkopen volgens mij. Wat natuurlijk super leuk is. Want allebei deze producten hebben wij zelf ontworpen. Het is helemaal uit eigen concept. Dus het is super cool als jullie daar zo goed op reageren. Heel kort over de Passion Planner. Een Passion Planner is een boekje wat deels bestaat uit planpagina's. Die zal ik zo uitgebreid laten zien, helemaal behandelen. En deels bestaat uit informatie- en werkboekpagina's. Met als doel jouw productiviteit verhogen. Het gaat in dit boekje echt om effectief werken. Al je doelen bereiken. Erachter komen wat jij leuk vindt om te doen. Dat was echt de originele insteek van het boekje. En de feedback die we van jullie hebben gekregen laat ook echt zien dat het daarbij helpt. Dan hebben we de Selfcare Diary. En deze is nog maar nou, een weekje of twee of zo op onze website beschikbaar. Maar we vonden dit wel een hele mooie aanvulling. Dit gaat namelijk helemaal over jouw mentale gezondheid. Jouw relatie met jezelf. Je zelfbeeld. Het gaat niet over hard werken of productiviteit. Het gaat juist om wanneer neem je rust. Hoe zorg jij goed voor jezelf? En dit boekje is dan ook net wat anders opgebouwd. Het bestaat namelijk uit dit soort pagina's met vragen, vrije schrijfruimte en motivatie voor jezelf. En dan heb je tussendoor allemaal informatie- en werkboekpagina's, net zoals in de Passion Planner, waarin jij echt aan de slag gaat met onderwerpen die dus bij self-care, self-love, mentale gezondheid, body positivity, die hier allemaal bij helpen. Ik zal zo ook zeker nog even wat voorbeelden geven, zodat je daar een iets duidelijker beeld van krijgt. Allebei de planners zijn dus verkrijgbaar op onze site en ze zijn allebei 14 euro. Ik denk echt dat dat een vrij goedkope prijs is voor de content en de inhoud die hierin zit. Het is niet zomaar een notitieboekje die je helemaal zelf moet invullen. Het is echt gericht, het is echt doelgericht. Maar goed, normaal gesproken dus 14 euro. Met de kortingscode die ik aan het begin van de video heb gegeven, betaal je er nog maar dit voor. Dus nog een reden om het te kopen. Dus zo zie je dat de planners elkaar zich best wel goed aanvullen. Deze is juist heel erg voor productiviteit en hard werken. Waar sommige mensen natuurlijk heel erg behoefte aan hebben. Als je gewoon lekker bezig wil zijn,
of juist een self-care diary. Als je het idee hebt dat de wereld voor jou allemaal niet zo snel hoeft te gaan. En dat je ook gewoon tijd voor jezelf kan nemen. Dat zijn even in het kort de producten. Ja, ik word alweer veel te enthousiast hierover. Ik ga echt uren en uren praten, dat zie ik alweer. Oké, laat ik nu even kort ingaan op de producten los. Zodat jullie echt wat meer informatie krijgen. En laten we daarbij beginnen met de self-care diary. Dit is de omslag van de self-care diary. Het is een lichtblauw boekje met leuke soort regenboogpatroontjes. En we vinden ook echt dat het soort rust uitstraalt ofzo als dit zo op je bureau ligt. Het is een A5 boekje zoals je kan zien. Hij is niet heel dik, waardoor je hem gewoon nog makkelijk kan openslaan en zo. En op de achterkant hier staat is de label. Super nice. Maar goed, dat is de buitenkant. Wat veel belangrijker is, is natuurlijk de binnenkant. En daar gaan we nu even een kijkje naar nemen. Als je het boekje open doet, zie je dit is de self-care diary van. Een kort verhaaltje en dan de quote die perfect past bij dit boekje natuurlijk. Make yourself a priority. De inhoudsopgave ga ik niet helemaal laten zien. Omdat je dan oprecht alle onderwerpen al ziet. En ik vind het ook wel heel leuk als je jezelf gewoon laat verrassen. En op die manier aan de slag gaat met jouw mental health. Maar wel een leuke opbouw is om te zien dat we werkboekpagina's en informatiepagina's hebben afgewisseld. Dus het ene moment heb je misschien een informatiepagina over, nou zeg eens wat, social media, wat te doen op een zero day. Dat zijn onderwerpen waar je echt wat kan lezen, wat kan leren. En waar je dan de komende dagen rustig over na gaat denken met de reflectieve vragen op de andere pagina's. Maar er zijn dus ook echt werkboekpagina's waarin je daadwerkelijk met één onderwerp dieper aan de slag gaat. Denk hierbij aan jouw resetroutine, dealen met stress of de 3 self-love reflecties die in het boekje zitten. Die self-love reflecties is misschien wel even grappig om te laten zien. Laten we naar de eerste gaan. Die self-love reflecties zijn eigenlijk echt wat diepere vragen waar je wat bewuster mee om kan gaan en je best wel gestuurd wordt in een bepaalde richting. Maar je wel echt kritisch over jezelf gaat nadenken. Woorden hebben namelijk echt kracht. Door ze op te schrijven. Je kunt jezelf heel veel leren en aanpraten door dat te doen. Dus ik denk dat het echt heel belangrijk is om dat op de goede manier te doen. En daar zijn deze self-love reflecties dus echt heel goed voor. En je ziet dus tussendoor, zoals hier op pagina 22, 23, pagina's die je dagelijks kunt invullen. Je kunt dan bovenaan een datum opschrijven. Dan heb je 4 vragen om te beantwoorden. De eerste 3 zijn altijd hetzelfde. Namelijk, hoe voel je je vandaag? Waar ben je dankbaar voor en waarin ga jij jezelf voorop zetten? Dat zijn gewoon echt de basisvragen waar je elke dag over na mag denken. Het is goed voor je om daar elke dag over na te denken. En dan de laatste vraag is altijd uniek en die past meestal bij het onderwerp wat we daarvoor hebben behandeld. Of dat nou een werkboekpagina is of een informatiepagina. Nou, dan ben je dus even ingekomen met het schrijven. Dan heb je daarnaast nog vrije schrijfruimte. En dit is misschien nog een beetje abstract voor je. Misschien doe je dit helemaal nooit. Maar je zult zien, doordat je die vragen al hebt beantwoord, zie je dat je er een beetje in komt. En aan het begin van de diary staat er een hele werkboekpagina en informatiepagina over die vrije schrijfruimte. Wat je daarin zou kunnen doen, hoe je daar goed gebruik van kan maken en wat de voordelen daarvan zijn. Dus vind je dat lastig? We got you covered. En dan daaronder staat nog een blokje motivatie. De ene keer is het aan jou de opdracht om jezelf te motiveren. De andere keer doen wij dat met een tip, een quote, whatever. Maar dat zit er dus ook altijd in. Laten we nog even samen een informatiepagina bekijken. Ik zit nu op pagina 147. Social media versus mentale gezondheid. Ik zal wat informatie blurren, want ja, anders heb je natuurlijk geen reden meer om de self-care diary te kopen. Maar zo krijg je toch een beetje een idee hoe zo'n informatiepagina eruit kan zien. Dit is dus een informatiepagina over social media in combinatie met mentale gezondheid. Je ziet dat er eerst heel veel informatie staat. Er wordt gesproken over de negatieve gevolgen. Er worden voorbeelden gegeven. En dan zie je dat op de 2e pagina, pagina 148, staat wat kun je doen om dit te voorkomen slash te verminderen. En dan komt er echt een opsomming van dingen waar jij die dag nog mee aan de slag kan gaan. En waarmee jij dus echt een verschil kan maken. En ik denk dat dit zo belangrijk is. Zo heb je niet alleen een lijstje van waarom social media slecht is voor je mentale gezondheid. Of waarom het juist goed is voor je mentale gezondheid. Maar zo heb je gewoon echt praktische dingen waar je die dag nog mee aan de slag kunt. En dat is waarom het ook zo effectief is. En dat is dus een beetje de binnenkant van de self-care diary. Hij bevat 187 pagina's aan dus inspiratie en kritische vragen. En ik denk echt dat het jouw mentale gezondheid kan helpen. Het kan best wel confronterend zijn om hierin te werken, aangezien je jezelf gaat tegenkomen. Je krijgt te maken met onzekerheden, je krijgt te maken met moeilijke vragen die je misschien het liefst wil overslaan. Maar ik denk juist dat het zo belangrijk is om hierin met jezelf aan de slag te gaan. Je creëert zo'n sterke band met jezelf. Waardoor je veel weerbaarder bent tegen situaties die niet lopen zoals jij het zou willen. Of dingen die in het leven gebeuren waar je geen controle over hebt. Je leert
beter te dealen met stress. Dus heb jij het idee dat iemand in jouw omgeving of jijzelf dit kan gebruiken? Koop hem dan nu voor een klein prijsje. Support onze small business daarmee ook. En support je eigen mentale gezondheid. Het volgende product waar wij het over gaan hebben is de Passion Planner. De Passion Planner heeft natuurlijk een hele andere insteek dan de Self-Care Diary, zoals ik aan het begin van deze video al zei. Maar alsnog kun je hier heel veel aan hebben. Zoals ik net al zei, de Passion Planner is een handleiding om jouw doelen, dromen, goals, verlangens, alles om dat te bereiken, om je productiviteit te verhogen, om zo effectief mogelijk te werken. En met behulp van deze Passion Planner kun jij dus ontdekken wat jou gelukkig maakt. Ik heb net al even verteld hoe de Passion Planner is opgebouwd. Je hebt dus echt een planner om structureel je dag in te delen. Daar gaan we zo even wat dieper naar kijken. Maar je hebt hierin dus ook werkboek en informatiepagina's. En hier ook, als je de Passion Planner open doet, zie je dus deze pagina. En dan staat er, de planner is van, een klein verhaaltje en dan de quote die bij dit boekje hoort. You're awesome, remember that. Nou, dat zet al gelijk de stemming van de rest van het boekje. Oké, laten we kijken naar de soort pagina's waaruit de planner het meeste bestaat. Namelijk de dagplanpagina's. Ik zal hier een plaatje in beeld laten zien. Als je dit ziet, denk je gelijk, wow, wat veel informatie. En dat is best wel logisch, want het is ook best wel veel informatie. Maar laten we er gewoon even rustig doorheen lopen. Wordt alles duidelijk. Laten we beginnen aan de linkerkant van de pagina. Dit is echt jouw gestructureerde dagplanning. Zo zie je dat je 3 urgente en 3 subtaken kunt opschrijven. Uit onderzoek is gebleken dat dit zorgt voor de meeste productiviteit en de meeste motivatie. Niet een to-do list van 8 of 10 dingen, maar 3 urgente dingen die je vandaag moet gedaan hebben. En 3 subdingen die je dan nog kunt doen als je tijd over hebt. En zo hebben we dit dus ook opgebouwd. En daaronder zie je dan de dagplanning. En in deze dagplanning kun je echt per uur je dag plannen. Dus heb je dingen te doen vandaag waar je naartoe moet? Moet je naar school? Moet je naar werk? Whatever. Schrijf het daarop en creëer overzicht voor jezelf eigenlijk. Nou, ik denk dat dat allemaal wel duidelijk is. Je ziet daaronder jouw doelen en het inzichtmoment. Dit zijn eigenlijk extra dingetjes om jezelf nog even te laten bedenken, even te laten realiseren dat je aan het werken bent aan iets groots. Elke dag werken aan je doelen zorgt uiteindelijk dat je je doelen gaat bereiken. En dan staat er bijvoorbeeld, probeer je doelen nog een keer op te schrijven. Op deze manier weet je waarom je vandaag aan de slag gaat. Nou, door dat te doen kan je misschien wel begrijpen dat dat heel erg kan helpen in jouw motivatie en productiviteit. Als je kijkt naar de rechterpagina is het iets anders opgebouwd. Je ziet namelijk begin van de dag een uitdaging staan. En aan het begin van de dag zie je dus een paar vragen staan die je kort kunt invullen. Dit gaat echt niet over uitgebreide reflecties, zoals je misschien in de Self-Care Diary tegenkomt. Dit gaat echt over kort, waar ben ik dankbaar voor vandaag? Ik ben trots op mezelf omdat. Dit zijn dingen die jouw confidence, jouw dankbaarheid, alles een beetje boosten. Zodat jij het beste aan de slag kan vandaag. En daarnaast de uitdaging, omdat wij denken dat elke dag een uitdaging echt super leuk en ontzettend goed voor je is. Nou, aan het eind van de dag kan jij dan je dag reflecteren. En hierin zie je dus welk cijfer geef je jezelf vandaag voor productiviteit, energie en tevredenheid met de dag. Maar je ziet ook nog wat reflectieve vragen die je ook weer heel kort kunt behandelen. Zo'n grote pagina met zoveel informatie, dan denk je, ach, ik ben er zoveel tijd aan kwijt om te plannen. Maar eigenlijk hebben wij al het werk al voor je gedaan en hoef je zelf binnen een paar minuten maar alles op te schrijven. En heb jij een super, super productieve dag. Er is zelfs nog een stukje voor notities. Dus als je nog overige aanvullingen hebt, kun je dat natuurlijk ook nog opschrijven. Dus dat is eigenlijk heel kort even de dagpagina. Heel wat informatie, een hele planning. Maar het werkt dus wel ontzettend goed. Nou, die plannenpagina's zorgen er dus eigenlijk al voor dat jij de beste versie van jezelf kan zijn in jouw dagelijks leven. Maar we wilden er ook heel graag nog informatie- en werkboekpagina's in stoppen. Zodat jij echt nog wat dieper kan ingaan op de onderwerpen over productiviteit, goede gewoontes, maar ook ontdekken wat jij leuk vindt, waar jouw passies liggen. Dus dat is heel erg waar de informatiepagina's en werkboekpagina's op zijn gericht. Zo heb je bijvoorbeeld hier een pagina van boeken waar je veel aan hebt. Hierin zie je een boekenlijst met allemaal verschillende categorieën. Waarom ze goed voor je zijn, hoe ze goed voor je zijn, waar je ze kan vinden. En op deze manier dus jouzelf nog verder te ontwikkelen. Of hier een pagina van jouw persoonlijke doelen op pagina 33. Hier leer je dus echt concreet doelen zetten. Hoe je ze kan behalen, hoe je ermee aan de slag kan gaan. En ik vind dit soort dingen zo belangrijk. Dit boekje heeft echt een groot deel van mijn hart ingenomen, omdat dit zijn dingen die je op school niet leert, maar die zo belangrijk zijn voor de rest van je leven, voor de ontwikkeling. Het zorgt ervoor dat je productief aan de slag kan gaan. Het zorgt voor zelfvertrouwen. Het zorgt voor doelen stellen en deze behalen. Dit boekje kost ook normaal gesproken maar 14 euro. Maar met de kortingscode die ik aan het begin van de video heb gegeven, nog maar dit. Dus neem zeker even een kijkje op de website om onze Passion Planner te zien. Wij zijn heel enthousiast. We hebben al heel veel klanten die ook enthousiast zijn. Dus ik hoop dat jij ook enthousiast bent.
Ja jongens, dat waren de twee producten waar ik vandaag heel graag wat over wilde vertellen. Ik hoop dat jullie enthousiast zijn geworden. Ik hoop dat jullie wat meer weten nu. Ik ben heel erg trots op allebei deze producten. We hebben het zelf ontworpen en we denken echt dat het effectief kan zijn voor jongeren in Nederland. Pas de kortingscode toe voor korting. En laat ons zeker in de comments weten wat je vindt van de producten. Vergeet ons dan ook niet op Instagram te volgen om met de winactie mee te kunnen doen die op dit moment gaande is. En abonneer daarnaast ook gelijk even op dit kanaal om meer van mij te zien. En dan wens ik je nog een hele fijne dag toe. En tot de volgende video. Bye guys!